Goed, de E3 is nog in volle gang, maar we hebben het afgelopen weekend zo onwijs veel vette nieuwe dingen gezien dat ik nu al een recap kan en ga maken. Dus bij deze, de top 10 van de E3 2021. Tot nu toe dan, dus de eerste twee dagen. En mijn persoonlijke lijstje natuurlijk. Als allereerst, maar niet als winnaar, op nummer 10 Avatar Frontiers of Pandora. Nou, het is een game die ik misschien niet zelf meteen aan zag komen, maar het is misschien ook niet zo heel raar, omdat er natuurlijk in de toekomst, wat we natuurlijk al langer dan vandaag weten, wel nieuwe films aan zitten te komen. En dat maakt het misschien gek dat ze niet eerder zo'n hele grote game van Avatar hebben gemaakt. We weten nu eigenlijk nog helemaal niks, want het was een reveal trailer en in die trailer zagen we een aantal beelden. En we weten dus ook niet of het cinematic was of daadwerkelijk gameplay wat we zagen. Maar ik moet al eerlijk toegeven dat ik de graphics er een beetje meh uit zag zien, vooral op deze generatie consoles en ook PC's. Nou, wat weten we wel? Het is een first person action adventure en je speelt de Navi. Je speelt de Navi en net zoals in de film komen ze even je wereld invaden en zij hebben allemaal supercoole high-tech ultra spaceships en jij hebt een pijlenboog, ik bedoel... Wat kan er misgaan? Nou, hij wordt ontwikkeld door Massive Entertainment en die kennen we van onder andere een Far Cry game en een Assassin's Creed game. Maar misschien nog wel belangrijker van The Division 1 en 2, die ik zelf echt onwijs veel heb gespeeld. Maar als je deze trailer een beetje naast die gameplay legt, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat het een game wordt zoals The Division, maar dan in een ander universum. En dat zou ik wel een beetje jammer vinden. Maar op dit moment weten we echt nog heel weinig, want we hebben alleen maar die trailer en voor de rest nog heel weinig nieuws. En de game zelf komt pas in 2022 uit. Nou, één ding wat volgens mij wel zeker is dat de wereld waarin Avatar zich afspeelt zich onwijs goed zou kunnen lenen voor een first-person action-adventure game. Maar goed, we weten nog helemaal niks, maar ik ben in ieder geval wel echt heel erg benieuwd. Op nummer 9 vinden we een nieuwe Rainbow Six game, namelijk Extraction. Maar als eerste, aliens? Really? Ik bedoel, niet dat ik iets tegen het genre heb, want ik heb heel veel spelletjes met aliens gespeeld die ik echt heel leuk vond. Of iets tegen de wereld waarin dit soort dingen zich meestal afspelen. Maar als ik iets niet associeer met aliens, dan zijn het wel de Tom Clancy games. Op zich was de reveal trailer best wel vet. Nou, er was iemand missing in action. Jij en je team moeten haar redden, in dit geval dus van de aliens. En dat is echt wel een Tom Clancy game, totdat ik eigenlijk een beetje de gameplay zag, want daar kreeg ik een beetje Andromeda vibes van. Oké, misschien is dat een beetje overdreven en het is natuurlijk nog een beta, maar wat we in die trailer zagen voelde gewoon heel slow en stroperig op een of andere manier. Eigenlijk een beetje zoals een scène die gescript is. En dat maakte die hele trailer en dus ook die gameplay een beetje... Ja, een beetje niet vloeiend. Natuurlijk geef je ze wel het voordeel van de twijfel, want dit zijn dezelfde mensen die Rainbow Six Vegas 1 en 2 hebben gemaakt. En die heb ik echt, echt veel gespeeld. En ze hebben natuurlijk Rainbow Six Siege gemaakt en die is natuurlijk immens populair. Ook al kan ik er zelf niet helemaal in komen, maar ik snap het wel. Dus ik hoop wel dat ze die kennis en expertise van die games mee kunnen nemen naar een soort van nieuw genre binnen dezelfde soort games. Wat ik wel raar vond was de tierlist. In die trailer zagen we verschillende alien monsters voorbij komen en die hadden onder de naam allemaal een eigen tier. Oftewel een soort van ranking denk ik, waar aan de hand van je kan zien hoe moeilijk ze te verslaan zijn. En dat is echt iets nieuws wat in de serie zit. En dat gaf me wel heel erg een soort van Left 4 Dead vibe. En over Left 4 Dead gesproken, dat brengt ons meteen bij nummer 8. Dat was echt een goede overgang. Op nummer 8 een game waar ik zelf echt heel erg naar uitkijk, namelijk Back 4 Blood. Het is de spirituele opvolger van de Left 4 Dead games. En het wordt ook gemaakt door dezelfde mensen. En het is ook wederom een co-op zombie survival game waarin je met een team van 4 mensen probeert te ontkomen aan ontelbare hordes zombies die op jou worden afgestuurd die maar één doel hebben en dat is jou in je gezicht bijten. Nou, die game ziet er echt weer ouderwets goed uit met continue vloeiende actie die echt niet op lijkt te houden. Je hebt geen enkel stil moment tenzij het de bedoeling is dat het een stil moment is. En het is gewoon lekker ouderwets om tegen je vrienden te schreeuwen dat er een tank aankomt en zij terug kunnen schreeuwen dat ze wel iets anders aan hun hoofd hebben. Nou, die vorige games die namen zichzelf nooit te serieus. Het was een heel fijn sfeertje, maar dat ging wel altijd gepaard met die hele goede, solide gameplay, die kern van de game, die wel echt goed in elkaar zat. Nou, en uiteindelijk kwam er eigenlijk ook nog best wel veel tactiek kijken als je het echt goed wilde doen. En dat gevoel kreeg ik bij deze game gelukkig weer. Nou, er was natuurlijk al best wel veel te zien van deze game voor de E3, maar ze hebben op de E3 wel een nieuwtje aangekondigd, namelijk PvP, oftewel player versus player. Dat betekent dus dat er meerdere manieren zullen zijn om als speler tegen andere spelers te strijden, bijvoorbeeld als mens tegen mens, maar ook als zombie tegen mens. Dus je kunt zelf de rol van zombie gaan spelen en dat zag er echt heel erg vet uit en daarom staat hij echt heel hoog op mijn lijstje en hij komt op 12 oktober van dit jaar nog uit.
Voordat ik over deze game ga beginnen, moet ik er even bij zeggen dat deze game echt een van de beste reveal trailers in de historie van reveal trailers heeft gehad. Dus die is 100% de moeite waard om nu even te gaan kijken. En dat is vooral extra grappig als je je beseft dat je de tekst van deze trailer direct over de trailer van Starfield zou kunnen plakken, want daar zat ook letterlijk nul info in. Maar goed, om te beginnen bij Outer Worlds 1, dat was natuurlijk letterlijk gewoon, we maken zelf wel een Fallout, maar dan met space en planeten. En daar is natuurlijk ook gewoon niks mis mee, want Fallout en ook Outer Worlds zijn gewoon hele solide RPG's die ja, de fans van dit genre gewoon heel erg kunnen behagen. Vooral de fans die heel erg teleurgesteld waren in Fallout 76. Maar omdat het dus een redelijk recente titel is, Outer Worlds is pas in 2019 uitgekomen, is het natuurlijk best wel bijzonder en zagen veel mensen het niet aankomen dat Obsidian, de ontwikkelaar van Outer Worlds, nu al kwam met een teaser voor het tweede deel. Oké, er is niet zoveel bekend over de gameplay, eigenlijk niks, of over een datum, ook niet. Maar het feit dat ze dat nu al teasen, zegt natuurlijk wel heel veel. Ja, ik weet niet precies wat het zegt, maar wel veel. Nou, op 6 krijgt de serie met iedereen's favoriete Trash Panda een third-person action game. En dan heb ik het natuurlijk over Guardians of the Galaxy. Nou, je stapt in de schoenen van Star-Lord zelf en die bestuur je dus ook zelf. Maar je hebt ook de rest van het team bij je en die kun je tijdens de gevechten een soort van opdrachten geven om combo's te maken. De trailer doet ons wel een beetje denken aan de Marvel Avengers game die vorig jaar is uitgekomen van dezelfde uitgever. Die eerlijk gezegd niet zo heel goed werd onthaald. En daarom zijn veel mensen, waaronder dus eigenlijk ook wel ik, een beetje huiverig dat die gameplay van deze game, omdat die er zo blijkt, wederom zal tegenvallen. Maar ondanks dat Square Enix dezelfde uitgever is, is het niet dezelfde ontwikkelaar. Het was namelijk Crystal Dynamics en het is nu Eidos en die zijn bekend van de Deus Ex games. Nou, over het verhaal is dus helemaal nog niks bekend, behalve dat je de groep speelt een jaar nadat ze bij elkaar zijn gekomen en dat ze een of ander apparaat hebben gefabriceerd waarvan ze zelf denken dat het geen kwaad kan, maar andere mensen denken dat het blijkbaar het hele universum kan slopen. Die trailer zat propvol met dezelfde goede humor die we kennen van de films. Dus wat mij betreft is het een game die ik sowieso ga spelen als die uitkomt aan het eind van dit jaar in oktober. Op nummer 5 een game waar we eindelijk wat gameplay van zien, namelijk Elden Ring. En holy shit, wat ziet dat er vet uit. Het is echt een epische combinatie van Lord of the Rings, Skyrim en Dragon Age. En hier en daar een soort van Shadow of the Colossus. Eco-vibe. En die gameplay ziet er sowieso echt al heel vet uit. En als er één ding is wat we mogen verwachten, is dat hij heel veel weg zal hebben van de Dark Souls games. En dat is natuurlijk ook niet zo raar, want hij komt uit de koker van From Software. En dat is de ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor Dark Souls en bijvoorbeeld ook Bloodborne. Daarnaast is er voor deze game ook samengewerkt met George R.R. Martin. Je weet wel, de schrijver van A Song of Ice and Fire. Game of Thrones voor de mensen die tv kijken. En dan weet je in ieder geval wel dat er heel veel mensen doodgaan. Of dat doodgaat over jouw personage of andere personages, dat is natuurlijk nog niet bekend. Maar waarschijnlijk jouw personage. Heel vaak. En zo vaak dat ik echt niet al een keer een controller heb gesloopt bij Dark Souls. Hoor. Op nummer 5 zien we een heel ander soort game, namelijk Forza Horizon 5. Nou, als eerste, wat ziet die er weer ongelooflijk goed uit. En dat zeggen we bij elke nieuwe Forza game, want elke keer proberen ze weer nieuwe manieren te vinden om die game nog realistischer te maken. En eerlijk is eerlijk, het lukt ze ook gewoon elke keer. En ook deze ziet er weer echt heel erg mooi uit. De nieuwe game speelt zich af in Mexico en fans van de serie zullen weer helemaal in hun nopjes zijn met meer Simcade. Dus ik zal niet te veel ingaan op de racer aspecten van de game, want racer, hè? Maar wat ik wel heel interessant vond was een nieuwe creative mode die ze Event Lab noemen. In deze modus heb je de mogelijkheid om custom events te maken en heb je de totale controle over alle regels en opties waarmee je zelf minigames kunt maken. Nou, in die trailer zagen we dus een aantal auto's rijden op een baan waar hele grote bowlingpins stonden die omver moesten gereden worden. Wat ons doet geloven dat je echt totale controle hebt, zodat je echt hele toffe creatieve events zou kunnen creëren. Ik ben sowieso persoonlijk altijd heel erg groot fan geweest van die games die het mogelijk maken om community content te maken en te spelen, zoals bijvoorbeeld Skyrim of GTA 5. En het zou dus zomaar kunnen dat dit een van die games wordt die we over jaren nog steeds spelen of waar nog steeds dingen voor uit zouden komen. Op nummer 3,5 een game die ik echt niet heel snel stiekem zelf persoonlijk er doorheen heb gefietst in het lijstje, namelijk Diablo 2 Resurrected, die ik echt heel graag wil spelen. Is het een nieuwe game? Nee. Hebben ze iets veranderd aan de gameplay? Nee, ook niet echt. Is het een game die je honderden, misschien zelfs duizenden uren hebt gespeeld, Dylan? Ja. Ga je letterlijk dezelfde game met nieuwe graphics in augustus 2021 nog een keer spelen, Dylan? Ja.
Oké, goed, op 3.25 Starfield, hè? Want het is een nieuwe game van Bethesda en daar kan je niet omheen. Want, oh, grote uitgever, nou, die heeft spelletjes gemaakt zoals, ja, weet ik niet, Skyrim en Fallout 4. Ja, misschien heb je er wel eens van gehoord. Maar goed, dan geven ze ons wel een trailer waar je 100% niks aan hebt. En we weten nog steeds 100% niet wat deze game gaat inhouden. Dus ik ga er ook 100% niks over zeggen. Ja, behalve dat ik hem wel wil spelen, maar meer niet. Aangekomen bij de top 3, op nummer 3 een game waarvan ik niet weet of ik er nog heel veel over kan zeggen, namelijk Far Cry 6. En in de trailer zat een hele goede vraag die de game wel goed samenvat, namelijk: do you wanna blow shit up? In de nieuwe gameplay trailer van de E3 zien we Juan. In de nieuwe trailer zien we meneer Esposito, die voor mij beter bekend is als de drugsbaron uit bijvoorbeeld Breaking Bad of de spin-off Better Call Saul, die de schurk speelt waarvan je, net zoals ik net al zei, heel veel dingen moet opblazen. Nou, de geruchten gaan wel dat in dit zesde deel, wat er weer onwijs vet uitziet en waar zelfs de bekende kip is meegenomen in de trailer, er voor het eerst gebruik gaat worden gemaakt van de third person perspective. Nou, die games die staan natuurlijk altijd al bekend om zijn first person perspective, wat altijd gebruikt wordt, zelfs in de cutscenes. Dus dit is best wel een dingetje, dus ik ben zelf best wel benieuwd. Far Cry 6 komt eind dit jaar op 7 oktober uit, voor nagenoeg alle platformen behalve volgens mij de Switch. En die zit totaal niet in de weg met andere spellen die ik eind van dit jaar wil gaan spelen. Bijna op nummer 1, maar net niet voor mij. Hoe kan het ook anders? Het is Halo Infinite. Nou, het is natuurlijk geen nieuwe review, want mensen wisten al dat deze game eraan zat te komen. Vorig jaar in de zomer aangekondigd met een gameplay trailer die heel veel kritiek over zich heen kreeg. Omdat het er eigenlijk een beetje uitzag qua graphics alsof het een downgrade was van de vorige game. Maar we hebben het afgelopen weekend ook een nieuwe gameplay trailer gekregen. En die zag er sowieso echt 1000 keer beter uit. Maar ook een nieuwe multiplayer trailer. En die is voor veel Halo spelers misschien nog wel belangrijker. Nou, daar kwam echt heel veel voorbij in die trailer, maar alles heeft dat lekker knallen met je vriendengevoel en dat zit hem helemaal verwerkt in die game, in de voice lines, in de weapons, in de upgrades, in de manieren om andere mensen te slopen, om de trickshot. En ik zag zelf in de trailer een no-scope voorbij. Nou, al die trailers die zorgen er natuurlijk wel voor dat die heersende zorgen gewoon echt een stuk minder zijn geworden en dat die ontwikkelaar, 343, dus echt goed gebruik heeft gemaakt van de tijd die ze hebben gewonnen door die game uit te stellen van vorig jaar naar dit jaar. Ze hebben geen exacte datum verteld wanneer deze game gaat uitkomen, maar wat ze wel hebben geteased is dat er een free-to-play multiplayer modus komt en dat zou dus zomaar eens een Battle Royale game kunnen worden. Die komt dezelfde tijd uit als de daadwerkelijke base game en daar ben ik echt heel benieuwd naar. En dan eindelijk aangekomen bij nummer 1, de trailer waar ik echt kippenvel van kreeg en de game die ik misschien wel het meest heb gespeeld van alle shooters, namelijk Battlefield 2042. Net voor de E3 kregen we een cinematic trailer en in de E3 zelf hebben we een gameplay trailer gehad die er echt ongelooflijk vet uitziet. Dus ik kan echt niet wachten om deze game te gaan spelen. Maar voordat we beginnen, er is één ding wat je echt moet weten en dat is dat er geen multiplayer campaign in zit. Hij is namelijk 100% multiplayer en dat is best wel uniek, vooral voor de franchise zelf. Die nieuwe Battlefield game die focust zich dus ook echt helemaal op het spelen met en tegen je vrienden. En dat is natuurlijk ook helemaal niet zo heel raar, want als ik het op mezelf betrek dan, ja, ik speelde de campaign altijd wel om een beetje de nieuwe game mechanics te leren kennen, maar de multiplayer, daar zit alle echte lol in, vooral persoonlijk in games zoals Battlefield Bad Company 1 en 2. Nou, wat er wel was aangekondigd is dat deze game, ondanks dat hij 100% multiplayer is, geen Battle Royale modus zal hebben. Dus dat is iets wat veel mensen al van hun lijstje zouden kunnen schrappen, maar wat dan wel? Nou, uiteraard zien we gewoon de Conquest mode, waarmee je met iedereen tegelijkertijd op de map gewoon van links naar rechts kan vechten. En op de PC en op de next-gen consoles is er support voor tot 128 man tegelijkertijd in één game. Dus dat wordt echt één groot feest en uiteraard zien we ook dingen zoals Breakthrough. Uiteraard zijn er nog andere modi zoals Hazard waar we nog niet zo heel veel van weten en komen ze jullie met een hele nieuwe mode waar we de naam nog niet eens van weten. En uiteraard komt de base game zelf in oktober van dit jaar uit zoals heel veel andere games, maar is het voor mij persoonlijk wel echt een van de meest geanticipeerde titels van 2021. Nou, voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Dit was mijn persoonlijke top 3. Top 10 van de E3 2021. Ben je het er nou niet mee eens? Zet dan vooral even in de comments. Mis ik nog dingen? Zet het ook in de comments. Laat het me weten. Kijk ernaar. En misschien heb ik dan aan het eind van het jaar nog meer om te spelen. En dan zie ik jullie graag terug bij de E3 aankondigingen van 2022. Doei!